Zie hem daar nou lekker slapen. Rustig, vredig op het bed in de slaapkamer. Eigenlijk zou het nou wel heel gemeen zijn om hem wakker te worden. Om hem zo wakker te maken. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Sorry Luigi, maar we moeten toch sterren verzamelen. Hoe lekker dat je ook lag te pitten. Nee, niet weer. Oh, wat voor een prankster comet hebben we nou weer. Ik denk dat ik ze trollface comets ga noemen. Oh, Cosmic. Oh, nee. We moeten gaan racen met Cosmic Luigi. Oh, nee. Oh, deze. Deze ken ik nog wel, ja. Oh. Dit is eigenlijk een stage die we nog niet hebben gehad, maar al blijkbaar voor ons open wordt gegooid tot we zeg maar kunnen racen. Wat we moeten doen is, we moeten dus zeg maar racen naar de ster voordat Cosmic Luigi hem pakt, want anders maakt die Cosmic Luigi ons kapot, helemaal dood. Dus, laten we het maar gaan doen dan. Oké. Gelukkig ken ik wel wat shortcuts, wat dus zeg maar in het voordeel brengt bij ons. Nee, en ik faal. Oké, daar zijn we. Nee. Nee, ik ben sneller. Ik ben veel sneller dan hem. Nee. Oh boy. Ik weet dat Luigi tweede plaats hoort te zijn. Nee! Oké, dit loopt nou wat soepeler. En natuurlijk, nadat ik mijn mond open heb getrokken, gaat het natuurlijk gruwelijk mis. Ik heb hem. Nou ja, driemaal rechts, scheepsrecht, zeggen ze. Ondertussen ben ik 500 keer offscreen gevallen en heb ik het jullie lekker niet laten zien. Nee, ik laat alle vals in, dat weten jullie. What do I? Goed, dus extra graag een bonus sterretje weer in dit stomme level waar ik eigenlijk geen grote fan van ben. Maar goed, we zitten dus zeg maar pas 3 minuten in deze aflevering. Ik zeg het voor een keer goed, is dat mogelijk? Waarom druk ik op save terwijl ik elke keer op nood druk? Maakt niet uit. Goed. Dus, nou gaan we eigenlijk naar sterretje level 2 in dit level. Aangezien dat we eigenlijk al 3 sterren hebben, maar dat maakt niet zoveel uit. Normaal gesproken zouden we nou al, als we niet voor 100% zouden gaan, zouden we volgens mij al het spel zeg maar uit kunnen spelen. Zover dat ik weet. Maar volgens mij is maar iets van 60 sterren nodig. En dan kun je al naar de volgende wereld en al dat gebeuren. Maar ja, we hebben nou genoeg ijs gezien. Het is tijd om de koelheid achter ons te laten. En maar een beetje overheated te gaan worden. Dus, komen we weer terug bij onze gigantische donut. Donut. En een afgekeurde Goomba. En als ik me niet vergis moeten we... Oh nee, niet weer die Star Chips. Ik haat Star Chips. Star Chips te stinken. Oh, kijk nou toch eens. In plaats van Star Chips, Star Bits. Oh. Ik vind die sliding controls vind ik helemaal niks. Ik ben er gewoon ondersteboven van. Oké, nou hebben we er al 2. Dan hebben we daar nog een Goomba. En die Goomba die heb ik helemaal geen zin in, want de Goombas zijn lelijk. Ik vind het net eigenlijk wandelende poephoopjes. Het poephoofd! Hey Goomba, je hebt een kakhoofd! Kom hier. Dank je. Waarom dat ze eigenlijk muntjes geven op het moment dat je op hun kop springt en Starbits geven wanneer dat je ze dood spint? Ik weet het niet. En dat is een hele mooie pose, Luigi. Zolang je me niet onze Dead Star geeft, dan ben ik tevreden. Goed. Polestar. Nou, kom op! Luigi, don't be a douche. Dank je. En dan gaan we dus nu naar blijkbaar het midden van de zon. En op een of andere vage manier kunnen we dat overleven. Ik bedoel, probeer het niet in realiteit om zo dicht op lava te, bij de lava in de buurt te zijn. Je verbrandt levend. Dude, ik wil... Zie jij dat vraagtekenblokje ook? Ja, daar wil ik tegenaan springen, dus alsjeblieft, donder op. Dank je. Zinloze Starbits zijn zinloos, maar ik wil ze hebben. Oké.
Als ik me niet vergis, is het de bedoeling dat we hier een vuurbloem ergens vinden. En zeg maar aan de andere kant van dat hek terecht kunnen komen. Omdat daar zeg maar de ster zou zitten. Zeg Puffy Spikeball, volgens mij heb jij ook een heel erg leuk leven. Voorbijgangers. De enige die voorbij komt, dat is Luigi. En die moet je dus op staan te wachten. En dan, ja, leuk. Leuk voor je. Oké, we hebben meer hitpoints, dus we kunnen hier eigenlijk nou even een beetje lava surfen. Want op een of andere vage manier is dat niet instant dead, maar gewoon maar een beetje dead. Klein beetje, niet te veel. Half toontje. Oké. De logica's van de hitte. Hallo. Hoi. Au. Weet je wat, ik heb het helemaal gehad met jullie. Ik ga de vuurbloem gewoon pakken en ik ga jullie gewoon flamberen. Spikeball flambé. Het is nogal flame als je het mij vraagt. Oké, nou, laten we maar de flame flower pakken. Oké. Heel flauw grapje, ik weet het, sorry. Moet ik zeggen dat het een flame grapje was? Oké, nou. De fik erin. Ja, nog langzamer. Gaat alleen maar van mijn tijd af dat ik een vuurbloem heb. Ik mis toch wel die tijd eigenlijk. Dat je een vuurbloem pakte en dat je gewoon oneindige vuurballen had. Ik bedoel, sinds wanneer heb je een tijdslimiet op vuurbloemen? Ik snap dat niet. Ik snap die logica's niet. Mijn broodjes gezond verstand. Ik snap het niet. Leg uit. Leg uit, spel. Hoe komt het in één keer dat in deze dimensie van Mario tot hier zeg maar een tijdslimiet zit en de power-ups? Dat wordt nergens uitgelegd. Waarom niet? Ik wil dat weten. Leg het mij uit. Kom op, vertel Nintendo, vertel. Niet te snel, ik schrijf mee. Kijk maar, even game van maken. Oh ja, hier moeten we die dingen aansteken. Fijn. Kan ik weer teruglopen om weer dat ding te pakken. En waarom kan ik... Waarom moet ik per se die vuurbloemen hebben? Ik bedoel, er is lava praktisch overal. Echt overal ligt lava. Ik bedoel, kunnen we niet gewoon ergens op zo'n plankje oppakken en gewoon dat gebruiken als richtlijn om vuur, zeg maar, ergens... Link die deed dat met een Deku stick. Link die was tenminste veel slimmer daarin. Tuurlijk. En door die twee dingen aan te steken, komt er in één keer een ladder uit de lava dat niet gesmolten is. Logica's. Gewoon logica's. Ik weet het, ik zit weer te diep in die Nintendo-logica, maar... Of Nintendo-logic, zoals dat eigenlijk bekend staat. Maar ik weet niet, ik moet toch... Ja, ik vraag me eigenlijk altijd af, waarom kan ik niet... Waarom moet ik per se aan de onderkant? Waarom kan ik er niet op ground pounden? Allemaal van die vragen. Ik wil antwoorden. Nou snap ik waar die vraagtekens voor staan. Oké, nou. Oh, nou zitten we in een bubbel. Nou zitten we in een... Oké. Let's turn up the heat. En laten we die spikeballen maar even. Dus wat moeten we hier doen? Oké, die plek. Paaskop, hè? Oké, nou, je raakt je vuurbloem niet kwijt als je geraakt wordt. Nou, die blijven gewoon terugkomen. Ik denk dat ik de week nou vrij genoeg heb gemaakt. Want ik denk dat we die vuurdingen daar aan de achterkant en aan de zijkant moeten aansteken. Dus dat is... Nee. Oké, niet in de lava springen. Dat mag niet, hè? Volgens mij gaat het een beetje pijn doen, maar ik heb het gehaald. Oké, dat was komisch. Oké, nou, hier eventjes wat wals in te doen. Skills! En op een of andere manier verdraait de zwaartekracht hier. Verdraait nog een toe. Okay. Nee, jij moet de andere kant op. Rol de andere kant op. Goed zo. Ik kan ook wel een long jump doen, maar laten we maar gewoon de game design een beetje geven, zo van zoals dat het de bedoeling was. Net zoals hier zou je moeten wachten. Zou je moeten wachten, heb ik toch geen zin in. Maar ja, wie gaat speedrunnen, moet op de blaren zitten, letterlijk en figuurlijk. Jongen, je bent nogal heet. Cool af! Wat ik wel jammer vind, is je kunt dus wel over ijswater lopen op het moment dat je dus een ijsbloem hebt, maar je kunt niet over lava lopen op het moment dat je vuurbloem hebt. Dat snap ik niet. Dat is wel jammer. Dat hadden ze eigenlijk best wel mogen maken. Oké. Kom op. Fikkie erin, fikkie erin, fikkie erin, fikkie. Fikkie! Fikkie! I don't care! Do it! Nou, dat was eigenlijk komisch. Okay, nog een keer. Hopelijk gaat die andere niet uit of zo. Dat zou echt naaiend zijn. Oh, nee!
Nee! Nee! Dit menen we niet. Nee, dit menen we niet. Nee, dit menen we niet. Dit menen we wel. Nee, ik maak weer diezelfde fout. Nee, ik maak weer diezelfde fout. Nee, dit... Oké. Spin. Dit was raak! I don't care what the game says. Die was raak. Screw you, game. Screw you. Dood door vuur met een vuurbloem. Logica's. Nou. Ja, jij bent heel erg lelijk. Ga weg. Mag ik nou alsjeblieft? Kom op, zeg! Welkom bij Unfair Mario, of niet dan, Wilco? Nu in 3D. Ja, ik heb hem! Nee, ik ga nou dood! Als ik... Nee! 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 Oh. Juist. Sta je dus twee keer moeilijk te doen. En je kon het gewoon dus doen. Vanuit deze hoek. Oké. Ja, ik rage'de hem net. Ja, ik werd net boos. En je weet wat er gebeurt met iemand als iemand mij boos maakt. Ik ga zinloos ground pounden op een steen als iemand mij boos maakt. Oké, nou geef me een plateau. Dat dacht ik ook, ja. En hoe komen wij daar? Ach, kijk nou, ze geven een lief bruggetje. Wat lief. Geef me die ster en dan kan ik alsjeblieft zo snel mogelijk hier wegwezen. Ugh. You got a star. Yay. En 300 brandblaren en brandwonden, derde graad verbranding en weet ik het allemaal nog al meer. Maar gefeliciteerd. Je hebt een ster. Een gloeiende bal met gas. Sorry, maar ik vond dit leveltje een beetje flame. Als je het mij vraagt. Nee. 7 is ook flame. Dit level is flame. Alles aan dit level is flame. Het is flame met hoofdletter F. Goed, wat krijgen we nou? Spaghetti! Was maar waar. Hot and cold collide. Flaming cool dan. Hé, hey, kijk, dat is net dat level wat we hebben gehad met toen we dus... Ja. En wat hebben ze gedaan met onze donut? En hoezo hebben we ijs en lava bij elkaar? Hoe is dit mogelijk? We hebben zelfs fireballs. Jam! Oké, ik ga die logica's echt niet meer proberen te ontcijferen. Hoezo smelt dit niet? Is het gewoon kristal? Is het geen ijs? Nee. De midden... Onze donut is gewoon helemaal kapot. Goed. Hieruit. Leuk. Ik moet zeggen dat dit wel wat langere levels zijn. Dat is op zich niet zoiets... Slechts. Oké. Ik neem aan dat ik hier een ijsflauw ergens moet halen of iets. Wat zit er daar in die vraagtekendoos? Hallo. Hoi. Starbits. Yay. Oké, even. Oh, dit was een... Oh, valt mee. Het water is alweer weg. Oké, daar zit alleen maar een leven, dus dat is ook zinloos. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Mario Galaxy vind ik een geweldig spel om te spelen. Echt, ik heb er absoluut geen problemen mee. Maar er zijn dan zeg maar nou van die spellen uitgekomen, net zoals Mario 3D Land. Een 3D World. En dan denk ik bij mijn eigen, dat vind ik jammer. Ik vind zelf persoonlijk in 3D werelds, daar hou ik van het onderzoeken in levels. Bijvoorbeeld net zoals hier. Oh kijk, er zit een paddenstoel. Wat zit hier nog meer? Wat kan ik hier nog meer vinden? En bijna bevriezen, want dat water is ijskoud en dat is dus niet goed voor je gezondheid. Maar dat zijn dus zeg maar de dingen die ik heel erg leuk vind in 3D-spellen. Het onderzoeken waar je dus zeg maar kan. En bij Mario 3D Land en 3D World
daar heb je een tijdslimiet. En dat haalt eigenlijk dus het hele onderzoek weg. Omdat je zo'n level zo snel mogelijk moet halen. Omdat doe je er te lang over, dan kost dat je leven. Soort van. Dus ja, daarom ben ik niet echt een liefhebber van de combinatie van Mario. Ja, New Super Mario Bros. En Mario Galaxy. Maar dat is gewoon mijn mening. Ik bedoel, het zijn wel decent spellen. Dat wel. Maar persoonlijk vind ik dat wel jammer. Net zoals wat ze nou met de Mario Party hebben gedaan. Mario Party, er is nou zelfs een Mario Party 10 onderweg, heb ik zelfs gehoord. Maar Mario Party, die staat gewoon bekend om, ja, met elkaar echt een strategie proberen te plannen. Zodat je je vrienden en familie dus, zeg maar, hard controleren wat betreft hoeveel sterren of muntjes dat je hebt. Tot misschien, zeg maar, de difference in de muntjes zou komen. Dat was Mario Party voor mij. Tegenwoordig is Mario Party die het eerste bij de finish is. Alsof dat het een afgekeurd race-spelletje is geworden. En willen jullie alsjeblieft allemaal opdonderen? Ik vind jullie nogal eng. Ik zit hier. Mag ik? Geraakt worden door dat ding, dankjewel. Uh-oh. Jij bent dood, ik niet. Oké, nee, 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 nee. Jongens. Oh, daar. Oké. Sta ik dan veilig? Sta ik hier veilig? Ah, nee, ik sta er niet veilig! Maakt niet uit. Ik haat lava. En ik haat ijs. Ik haat het allebei. Wat? Is er iets wat ik niet haat? Legend of Zelda games? Oké. En dan moet ik snel zijn. Voordat die vuurbloem, zeg maar, uitblust. Oké. Waar gaan we nou naartoe? Oh, dan gaan we naar die planeetjes waar we net hebben moeten racen. Oké. Nou, dan kon ik net heel erg goed Oh, ik zie al wat jullie hier hebben gedaan. Net was alles ijs. Nou ja, kan ik als ijs... Ik neem aan van... Oké. Dat is wel best wel leuk gemaakt. Beetje... Als je nou toch een beetje haast hebt. Geef. Geef. Nee, stop nou met de... Dank je. Oh, en deze plateautjes die bewegen nou in één keer. Leuk. Wie is een idee was dit? Die dacht bij zijn eigen van, nee, het is te makkelijk. We hebben net een Cosmic Race daar gehad. Geef. Dus laten we die plateautjes ook nog maar eens een keer bewegen. Ach ja, als jullie dat leuk vinden hier. Zie mijn schaatsen over lava. Heeft geen enkele wetenschapper ooit gezegd. Maar goed, we hebben de ster. En met dat hebben we dus dit level ook gehaald. Dus ik denk dat ik het bij deze aflevering zo ga laten. Dus ja, morgen gaan we natuurlijk verder met Modded Minecraft. Zoals dat we gewend zijn in het weekend. Er zit daar ook een update op, maar die komt natuurlijk dan. Dus daar ga ik nou niet te veel tijd aan spelen. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk totaal tijd voor hebt. En heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reactie. Tenzij dat het die faals waren met dat wel in een level wat ik niet echt leuk vind. Maar dat jullie dus eigenlijk helemaal niet meer bijkwamen van het lachen. En als jullie dat het leukste momentje vinden, prima. Waarom ook niet? Ik hou ook van jullie, hoor. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi Galaxy, die maandag verder zal gaan. En morgen Modded Survival, dus dat heb ik al gezegd, maar dat maakt niet uit. Tot dan, doei! Zelfs Luigi is enthousiast. Yay! 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 Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Doei! Hyrule Warriors, ik moet zeggen, ik ben zo hyped voor dit spel. Ik weet het is eigenlijk gewoon hetzelfde als Dynasty Warriors. Alleen dan zag ik me met een Zelda scan. Alleen het is The Legend of Zelda en echt onze community van Zelda spelers. Zoals ik zelf, Zelda Play 20.